Hoi, leuk dat je weer kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. We gaan de dingen uitzoeken, gebruiken die ik in oktober nieuw geprobeerd heb. Daar ga ik dan ook mijn mening over geven. Voor zover dat kan. Dus ja, laten we beginnen. Heb je nou iets waarvan je zegt van, oh, dat is leuk als je dat een keer probeert. Of dat merk, of dat idee, of die look, of die techniek of iets. Laat het even weten. Ik begin met de Iconic Underglow Blurring Primer. Die moet je schudden, zeggen ze. Twee kleine squeezes. Ik doe het heel goed invrijven hier, want hier heb ik de grootste poriën zo. Langs die lachlijnen, zeg maar. Ja, wat vind ik? Ik vind het een heel fijn spulletje. Het is heel erg lekker op de huid. Het voelt heel fijn aan. Vind ik dat het overdreven blurt? Nee. Dan heb ik de Iconic Super Smoother Skin Tint Foundation. Wat is het? Oh, momentje. Zo. Hier doe ik wat van. Oh, dat is natuurlijk weer kut, want ik vergeet nu concealer op te doen. Nou, dan doen we het zonder concealer vandaag. Ik zet gewoon... Ja, het lijkt op patroon hoor, wat ik doe, maar dat doe ik niet. Goed, ik heb wel te veel op mijn hand. Maar dat laat ik nog even zitten voor als ik iets extra's nodig heb. Daar gaan we. Dit is de kleur Neutral Light. En die is voor mij echt perfect. Heb je nou een iets donkerdere huid of een lichtere huid? Iconic is natuurlijk in Nederland niet in de winkels verkrijgbaar. Probeer even een goede referentie te zoeken. Het is niet heel duur, het is ook niet heel goedkoop. Maar dat je in ieder geval... Ik wil het hier rond mijn rode plek even een beetje opbouwen. Het regent echt keihard buiten. Nou, dit ziet er goed uit. Ik vind dit een hele fijne, ja, dit is een favorietje. Deze heb ik heel veel gebruikt. Het is echt een favorietje. Wat had ik nog meer? Ja, ik had de BB Cream van L'Oreal Age Perfect. Heel fijn. Is echt een heel fijn product. Maar goed, ik heb gekozen voor de Iconic. Ik heb de Iconic Radiance Booster. En die gaan we gewoon een klein beetje als een highlighter opdoen. En daar gebruik ik even een andere spons voor. Zo. Weet ik nog niet wat ik daarvoor vind. Wat heb ik dan nog meer?
Ik heb de Pat McGrath on the eye powder. Die vind ik heel fijn. Ja, kort maar krachtig. Ik heb de lichtste kleur. Uiteraard. Ik doe dat ook altijd een beetje in die lachlijnen. En verder had ik geen poeder. Nee, wel creamproducten. Dus laten we dat eerst doen. Ik heb de Baby Got Bronze. Die gebruik ik heel vaak. Het is een hele mooie kleur die heel goed bij mijn huidskleur past. Ik zal zo even de kleur kijken, want dat weet ik natuurlijk allemaal niet uit mijn hoofd. En wat ik dan doe, is met de spons nog even extra blenden. Zodat je niet zo'n streep houdt, zeg maar. En dat lijkt op beeld erger te zijn dan in het echt. In het echt zie je die streep niet. Dit is voor je onderkin. Nee, het is een heel fijn product. Absoluut. Om in dezelfde trant te blijven heb ik ook de Baby Got... Oh, ik zal even daar de... kleur kijken. Dit is... Cinnamon Spice, nummer 10. Dus dat is de lichtste. En dit is nummer 20, Peaches and Cream. Dat lijkt heel heftig als je het net opdoet. Maar het blendt super makkelijk uit. En is een hartstikke mooie kleur. Heel fijn. Dan had ik nog meer cheek producten. Ik had de blush van Pat McGrath in. Ik ga even mijn bril opzetten hoor jongens. Anders kan ik het niet allemaal laten zien. Dit is Flirtatious. Hallo? Hallo? Dat is deze. En ik heb me heel lang verzet tegen Pat McGrath, omdat ik het gewoon te duur vind. Maar dit is een favoriet. Heb ik heel veel gebruikt. Dan had ik van Essence de Bouncy Blush. In de kleur 01 Never Grow Up. Dit is uit de Disney collectie. En dan had ik nog de Pure Essence Baked Blush. In de kleur 05 Pretty Peach. Die komen allemaal weer terug hoor. Dan had ik van de Rimmel Kind and Free... Tinted Multi Stick in Peachy Cheeks. Dit zijn allemaal lipproducten. En ik had nog van Mina
de No Rules Stick in 503. Waarom kan ik nooit uitvinden hoe dit werkt? Ik heb altijd een beetje moeite met deze stick op een of andere manier. Waar is het product? Nou, ik weet het niet. Maar dat is in ieder geval deze. Daar ga ik nog even mee lopen. Dus dat waren de gezichtsproducten. Ik ga heel even mijn wenkbrauwen doen. Ben ik zo weer bij jullie terug. Zo, daar ben ik weer met wenkbrauwen. dat doe ik tegenwoordig met een poedertje. Wat ik ook had was de Melted Sun van Catrice. Dus daar kunnen we nog een klein beetje van opdoen. Doe ik met de kont van mijn... spons. En dan is die echt niet te donker hoor. Zo. Dit was hem. Nee, grapje. Dan gaan we poederen. Ik had geen nieuwe poeder. Dus ik gebruik de Catrice All Matte Healthy Glow poeder. En dat hoeft niet super veel te zijn hoor. Dit lijkt meer als dat het is. Qua lipproducten had ik van NARS. Deze. Dit is de kleur Sweet Deposition. Die is me iets te roze, maar misschien in het voorjaar. Dan had ik van NARS de kleur Breathless. Dit is zo'n color changing, zo'n color balm. Heel mooi. En ik had van Iconic London de Melting Touch Lip Balm in Strapless. Oh ja, pas op, want als je hem eenmaal uitdraait, kan je hem niet meer terugdraaien. Ik ga even een lippotloodje doen. Daar had ik geen nieuwe voor. Dus ik gebruik mijn Make-up Studio Anywhere Caffeine. Nou, overlijn ik mijn lippen altijd. Maar zeg maar, dit is mijn liplijn. Dit. En dan kan ik erop. Net erover. Of zeg maar aan de binnenkant zitten. En ik ga wel op de liplijn, maar dan net erover. Hier. En hier ga ik gewoon weer op de liplijn. Zo. Een droog plekje. Dan nemen we de Iconic Lip Balm. En het enige wat dan nog rest is een setting spray. Dit is er een van Catrice, de HD Active Performance.
Even waaieren. En een beetje mascara. That's it. Dit is de Catrice Pure False Lash. Is een wat nattere formule waar je snel mee knoeit. Zo. En die heel even dit weghalen hier. Dit is een everyday look met alle dingen die ik nieuw had deze maand. Ik had ook nog een lipgloss. Die is ook van de Disney collectie van Essence. Dit is de Balmy Gloss. De Mickey Gloss in 02 Back to Nature. En het is 12 uur op de eerste maandag van november. Deze kan ik nu niet opdoen. Want ja, ik heb een balm op die al op zich al glossy van zichzelf is. Dit is een all natural everyday lookje met de dingen die ik nieuw had in november. Oktober, in oktober. Dat zie je in november, maar het was in oktober. Het is no spend november, dus deze maand ga ik niets nieuws doen qua nieuwe make-up kopen. Dat is een bewuste keuze in november. Dus een dergelijke video van de make-up update komt niet in december, maar er komen in december genoeg andere dingen. Ik heb een beetje last van mijn keel, want ik heb net de goede griep gehad, zeg maar. Heb je nou iets waarvan je zegt van, joh, dat moet je proberen, of dat is leuk, of dat, hè, doe eens zo'n look, of doe eens iets anders, of wat dan ook. Laat even weten in de comments. Ken jij deze producten en wat vind jij hiervan? Laat ook even weten, want we zijn altijd geïnteresseerd. Heb je tips? Ook leuk. Dan help je elkaar ook mee. En dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken. Duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal alsjeblieft. Dat zal me heel mee helpen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!